de Dorcaswinkel Nijverdam. En het leuke van deze winkel is, alhoewel hij heel anders weer is dan elke andere kringloopwinkel, dat ook hier gezegd wordt dat het aspect van het samen bezig zijn en het samen zorgen dat de spullen goed de winkel in komen, samen zorgen dat de spullen mooi verkocht en mooi gepresenteerd worden en het samen ervoor zorgen dat er opbrengst is voor de allerarmsten, dat aspect komt hier zo duidelijk naar voren. Natuurlijk doe je het in eerste instantie voor de mensen in nood, maar het is ook een invulling voor mijn besteding. Mijn dagbesteding wil ik graag in die zin inzetten dat het ook nut heeft voor de ander. Ja, dat mensen hier graag werken is ook de saamhorigheid met elkaar. Het is gezellig, ik vind het hier leuk werken. Ik doe het voor het doel, maar ook voor mezelf. Om van de straat te zijn. Het is gewoon gezellig. En dan om 10 uur dan drinken we met elkaar een kopje koffie. Dan komt het van alles even over de tafel. Het is een sociaal gebeuren. Wat mij opvalt is ook dat degenen die hier werken ook heel erg op elkaar zijn ingespeeld. Is er iets bij de een, willen ze elkaar graag helpen. Nieuwe vriendschappen komen daar weer uit voort. De dinsdagochtend is hier een vrouw, die is 93. Ja. Het is voor haar echt een uitje om hier naartoe te gaan. De Dorcas winkel is te vergelijken met een buurthuis.